Yo! Welkom bij een nieuwe FIFA-video, FC Utrecht Ajax. Ik weet niet hoe lang dit gaat duren, maar we doen in ieder geval 7, 8 minuten. Nee joh, we gaan PSV gaan volgen, joh, ben je gek? Tegen Sporting, Lissabon. Ja, oké, misschien is dat. Blijf op afstand. Sparta AZ. Dat is op 21 december, kijkers. De wedstrijd in Alkmaar. Ja, kijkers, dat is ook logisch. PSV FC Utrecht. Hier, slaat helemaal nergens op. Oké, kijk eens, 0-0 staat er bij Sparta. Oeh, ja, nee! Ja, kijk eens, wist je nog, kijk eens, oh, dat was mooi, hè? Ja. Blijf op afstand. Dit is, oké. 2-2, kijkers. Nou, zie jullie dadelijk weer. Kijk, zo zijn we weer. 8e minuut. 8e minuut loopt in. Blijf op afstand. Hier, kijk eens. Slaat er helemaal nergens op. Kijk eens. PSV Utrecht. Lijkt als PSV of Utrecht die uit thuis moet spelen bij Utrecht. Kijk eens, 0-0 is het nog. Wat kan PSV in Lissabon? Morgen Heerenveen Vitesse, kijkers. En dan zaterdag een reageren op de Graafschap video. Wat ik al 2 maanden heb gedaan, wat ik een tijd niet meer heb gedaan. Dat ook Sparta steeds thuis dit speelde. Kijk eens, het is 1-0 voor Sporting Lissabon. Nou, dat betekent dat ik dan jullie dadelijk weer zie, hè. Sparta PSV. Kijk eens, PSV staat 1-0 achter. Nou, dat is ziek. Kijk eens, 1-0 voor Sporting Lissabon. Hier, ik zie Mark van Bommel. Ik ben van Bammel. En in mijn kamer is een rommel. Nou, dan gaan we dan, kijk eens. Voor Bissessoir. Wist je nog, kijk eens?
Oké, kijk eens. Oh, kijk eens, het is 2-0! Het is 2-0, dus PSV ligt eruit. Ja, alleen AZ gaat door, kijkers. Maar wat hebben we dan aan, kijkers? Het is toch een beetje zielig als alleen AZ doorgaat. Maar in ieder geval gaat Ajax ook door naar de Champions League. Dus in ieder geval hebben we Ajax en AZ in Europa. Oh, 2-0 PSV achter. Nou, dan moet PSV ook voor een wonder zorgen. Kijk eens, lijkt als je Feyenoord moet steunen om toch nog door te gaan. Hier, kijk eens, Feyenoord moet voor een wonder zorgen. Hier, PSV heeft 7 punten, dus ja. Dus dat betekent dat PSV van Rosenborg moet winnen. Als Lask wint, kijk eens, dan ligt PSV eruit. Dan weet je, kijk eens, dan moet PSV van Dingen winnen. Maar dan mag Dingen niet winnen, anders ligt PSV er ook uit. Kijk eens, wat een schande zeg. 2-0 PSV achter. 2-0. 2-0. Zie je, kijk eens, mooi weer. S'avonds. Daar zijn de shirtjes. Lekker. Ja, lekker. Van Harry Mens. Kijk eens, hier zijn de plaatjes. Gaan we even met de plaatjes gaan spelen. Kijkers, 2-0. Maar kijkers, welkom bij deze loodjesspel. Ik wil alleen de shirtjes van vorig seizoen, kijkers. Waar is die van Utrecht? Ah, hier is Utrecht. Kijk dan, kijkers, over Utrecht en Sparta. Waar is Sparta? Sparta. Hier, kijkers, slaat toch nergens op? Hier, slaat helemaal nergens op. Hier, kijk dan. Dus waarom moet Utrecht dan telkens in het... uitshirt spelen, kijkers. Slaat toch helemaal nergens op? Slaat geen tyfus op. De rest van de shirtjes, die komen nog wel. Oh, kijkers, moet je wel in de bak stoppen. Laat je shirtjes van dit seizoen maar hier. Maar kijkers, slaat toch nergens op, Sparta Utrecht. Hier, slaat nergens op, kijkers. Ik denk wel dat het iets klopt. Manchester United heeft vannacht 2-1 verloren. Astana. Hier, kijk dan, kijkers. Hier, slaat er helemaal nergens op. Ik snap dit echt niet, kijkers. Waarom moet dan PSV in het uitshirt spelen? Kijk eens, daar ben ik weer. Kijk, slaat toch nergens op. Ook even andere shirtjes erbij pakken. Zoals die van Emmen. Die is Heerenveen, Zolle. Ja, kijk, die lijken ook niet zoveel op elkaar. Slaat ook helemaal nergens op. Hier, kijk, Emmen. Twente.
en AZ. Als je die vijf bij elkaar doet, kijkers, dan vind je dat het niet te veel. Dan zie je de qua verschillen, kijkers. Een gebroken been. Kijk eens, verder heb ik als uitschieters, kijk eens, 2-0 tegen Sporting. Lekker voor ze ook. Ja, de Sparta-mask klank doorspannen. Hier, kijk eens. Al deze 5 shirtjes bij elkaar. Hier slaat helemaal nergens op. Hier, Sparta Utrecht. Utrecht kan toch ook best wel aan de thuiszit spelen of zo. 2-0, kijkers. Zou ik tot de rust filmen? Kijk eens, ik denk dat wel. 2-0, we weten toch wie de grond is.